Um, ik ga een arrest bespreken dat bekend staat onder de naam Eende Jagen. En zoals de naam al doet vermoeden, het uh, betreft een artikel uit de Jachtwet. Um, het is een arrest van 30 mei 2000, was de uitspraak. Uh, maar waar het, gaat, het betreft een artikel uit de Jachtwet, maar waar het eigenlijk om gaat, is of, een, uh, of de telastenlegging wel het juiste en behoorlijke omschrijving van een bepaald uh, begrip bevat afgezet tegen wat de verdachte wordt um, verweten en valt de handeling van de verdachte wel onder de in de wet bedoelde term. En dat laatste is ook staat ook wel bekend als het dakdekkersverweer. Um, dakdekkersverweer in het kort is. Um, daar is een standaardarrest voor, wat ook uh, die dat ook apart besproken wordt. Maar heel in het kort is een dakdekkersverweer als een uit een delictomschrijving ontleende term in twijfel wordt getrokken in een verweer. He, dus daar wordt verweer op gevoerd. Uh, dat is een bewijsverweer, maar inhoudelijk eigenlijk een kwalificatieverweer, omdat het gaat om een begrip dat al in de terlastenlegging staat. Nou, waar gaat dit arrest over? Op grond van een overtreding van de jachtwet, artikel 9, is aan verdachte door de uh, rechtbank een boete van 300 euro opgelegd. Um, dat is via de kantonrechter uh, gegaan naar de rechtbank en komt uiteindelijk in cassatie bij de Hoge Raad. Aan de verdachte was te lasten gelegd dat hij gejaagd zou hebben op. Een eend of eenden zijn de wild, als bedoeld in artikel 2 van de Jachtwet. En dat artikel, daarin staat nou voor uh, wat er onder dit artikel wordt verstaan. En dan komt er een hele rij onder 1c van uh, bepaalde eenden. Dus de eend, de wilde eend, waterwild. Zo zijn er wel tien uh, soorten. En de rechtbank heeft veroordeeld en die heeft gezegd, ja wij begrijpen prima wat er in de terlastenlegging wordt bedoeld, uh, dat dat een van de soorten eenden genoemd in de jachtwet uh, onder dat artikel moet zijn. Maar de steller van het uh, cassatiemiddel zegt, ja, dat is hartstikke onduidelijk, uh, welke in de jachtwet bedoelde wilde eenden nou precies bedoeld wordt, en uh, dat is niet in de terlastenlegging vermeld. Dus daar had bij wijze van spreken in moeten staan dat uh, hij op een krakeend had, uh, of op een wilde eend had uh, gejaagd. De conclusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Die zegt ja, artikel 261 strafvordering. Dat gaat over de telastenlegging waar die aan moet voldoen. Um, en die, die, ja, die zegt welke informatie de telastenlegging moet bevatten. Deze moet duidelijk zijn. Die mag niet innerlijk tegenstrijdig zijn. Maar die hoeft niet alle gegevens te bevatten die, belang zijn, die van belang zijn voor de vraag of het telastengelegde, indien bewezen een strafbaar feit oplevert. Dus die bepaalde soort eend of wild hoeft niet in de terlastenlegging te zijn uh, benoemd, mits er verder geen onduidelijkheid bestaat. En de hoge raad die uh, volgt dat standpunt en die is het dan ook eens. Die de terlastenlegging voldoende duidelijk. Um, althans, zo omschrijft de hoge raad dat dan. Zegt dat het oordeel van het hof uh, nie, geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en dat het middel faalt. Er wordt een tweede cassatiemiddel uh, ingediend. En uh, dat is dat niet is ingegaan op het in hoger beroep ter terechtzitting aangevoerde uitdrukkelijke punt dat er geen sprake zou zijn geweest van jagen in de zin van de jachtwet. Dat middel stelt dat de, dat de verdachte weliswaar um, aan het jagen was, althans met een loslopende jachthond, welke een levende eend apporteerde, maar dat dat iets anders is dan het jagen in de zin van de jachtwet. Want, zegt de raadsman in, ho in uh, Hoge Beroep, jagen in de zin van de jachtwet, het opsporen, bemachtigen um, of doden van wild, kan alleen betrekking hebben op het in de, macht van dit uh, in de macht van de mens brengen van het wild, dus bijvoorbeeld het echt doden door neerschieten. Maar niet alleen het oprapen van al neergeschoten of al gedood wild. En in dit geval, ook al is dat gebeurd vlak, zo staat het in het vonnis ook, vlak na de jachthandeling, gaat het in dit arrest volgens de raadsman alleen om het uh, uh, oprapen van al uh, gedood uh, wild. En um, dat verweer is gevoerd. En het middel ziet er nou op dat. Uh, daar, dat daarop niet gemotiveerd beslist is in, in hoger beroep. Dus het uh, een dergelijk verweer, namelijk het dakdekkersver... Dit is een dakdekkersverweer, want het gaat in op het begrip jagen uh, uit de telastelegging. Uh, um, daarop had gemotiveerd moeten worden uh, beslist. Nou, de Hoge Raad. Geeft de raadsman daar eigenlijk gelijk in die zegt: Ja, inderdaad, de rechtbank had hier een hoge beroep uh, een met redenen omkleden beslissing moeten geven. Omtrent de vraag uh, of, de, of wat de verdachte deed nu valt onder jagen in de zin van de jachtwet. Dat had inderdaad gemoeten. Maar, zegt de hoge raad meteen, de rechtbank had dit verweer zo makkelijk kunnen verwerpen. en daardoor behoeft dat nu niet tot cassatie te leiden. Want de verdachte bevond zich met een loslopende jachthond in een jachtveld. En de hond zocht wild op en apporteerde dit naar de verdachte. En derhalve is er wel degelijk sprake van het opsporen en bemachtigen van wild... zoals bedoeld in artikel 1 van de jachtwet. En ook dit middel faalt daarom. Waarom is dit arrest dan toch een standaard arrest geworden? Um, behalve dat het een vorm is van een dakdekkersverweer. Leert het, dat, het een zeer, uh, ja, dat, dat begrippen uit de telastenlegging, begrippen uit de wet... Uh, heel zorgvuldig gewogen moeten worden en gelegd moeten worden naast de handelingen die de verdachte worden, worden verweten. Dat is in dit arrest dan tweemaal, uh, heeft dat uh, gefaald. Maar, uh, het is goed als verdediging, bijvoorbeeld, om, om. Bij de omschrijving in een telastenlegging heel erg, uh, hè, wat wordt de verdachte verweten? En zijn de bewoordingen die gebruikt worden, juist als die naast de wet gelegd worden en als die naast de handelingen van de verdachte gelet worden? En het leert studenten, maar eigenlijk iedereen in de rechtspraktijk, op die manier zeer zorgvuldig de wet en die telastenlegging te lezen en daarbij steeds vragen te stellen, om niet, te gemakkelijk maar aan te nemen. We weten wel allemaal wat jagen is. Dus daar kunnen we ons allemaal ongeveer een voorstelling van maken. En dus zal het wel. Dat lijkt dan makkelijk. Maar in die zin is de rechtspraktijk soms heel erg een, een precisievak. In dit arrest dan ook weer niet zo precies. Want de Hoograad keurt hier um, de terlastenlegging en het begrip jagen wel goed. Maar um, het blijft een standaard arrest omdat het ons uh, even op scherp stelt om daarover... Na te denken. Dankjewel voor het luisteren.